Unity TV Regio Nieuws. Deze week in het Regio Nieuws. Actie tegen sloopwoningen in Leidse Zeeheldenbuurt. Vrijwilligers gezocht voor kringloopwinkel in Sassenheim. En systeem Front Office Back Office zorgt voor meer blauw op straat in de regio Hollands Midden. Cafetaria Moby Dick is maandagochtend getroffen door een brand. Toen de brandweer arriveerde, stond er veel rook in het pand. Met een warmtebeeldcamera werd de brandhaard gevonden en kon het vuur geblust worden. Twee naastgelegen woningen werden door de brandweer ontruimd. Verder werd de Lage Rijndijk richting Leiderdorp afgesloten. De oorzaak van de brand en de grootte van de schade is nog niet bekend. Huurders van de vooroorlogse woningen in de Leidse Zeeheldenbuurt hebben vorig weekend een brief ontvangen van woningbouwcorporatie Portaal. In de brief staat dat hun woning over enkele jaren zal worden gesloopt en dat er tot die tijd beperkt onderhoud wordt uitgevoerd. De bewonerscommissie is het niet eens met het besluit van Portaal en komt in actie. Annemarie Koopman en Elsbeth Wieringa maken onderdeel uit van de commissie en vertellen wat de sloop voor de bewoners van de wijk betekent. Dat ze verspreid zullen raken over heel Leiden en misschien ook daarbuiten. Als alles hier plat gaat, moet iedereen hier weg. En het portaal heeft gezegd, je mag terugkomen, maar in de tussentijd moeten die huizen hier gebouwd worden. De nieuwe huizen zullen waarschijnlijk ook een stukje duurder worden. Dus niet iedereen zal kunnen terugkomen. De bewonerscommissie legt zich niet zomaar neer bij de plannen van Portaal. Welke acties gaat het comité de komende tijd ondernemen? De voornaamste actie is de bewonersavond die wij volgende week samen met Portaal organiseren op 1 maart. Het is namelijk zo dat de bewoners nog helemaal niet gehoord zijn in dit proces. Wat zij er nou van vinden van deze plannen van Portaal. Ze hebben wel in een eerder stadium vorig jaar aangegeven dat ze het liefst willen dat er helemaal niks gebeurt in de buurt. Maar nu willen wij als bewonerscommissie graag weten wat ze vinden van deze plannen van Portaal. En afhankelijk van daarvan gaan we verder stappen ondernemen. Het nieuws over de sloop werd via de post aangekondigd. Hoe is het nieuws aangekomen bij de wijkbewoners van de Zeeheldenbuurt? Ja, ik was heel erg verbaasd, omdat ik 25 jaar geleden ook een renovatie hier heb meegemaakt. En ik was best wel verbaasd dat we hoorden dat het plat zou gaan. Toen kwam ineens iemand van het portaal al voor de televisie om te zeggen van... Het is eigenlijk al besloten, we wijken niet af van ons plan. Dus met andere woorden, het gaat plat. En het zou gewoon eigenlijk een ramp wezen voor ons, voor de buurt. Slecht. Sowieso omdat het ineens sloop is. Terwijl eigenlijk was het idee dat er renovatie plaats zou gaan vinden. Minimaal voor de periode van 10 jaar. En dan natuurlijk het liefst voor 30 jaar. Sloop zou betekenen dat hier de hele wijk uit elkaar getrokken wordt. Terwijl mensen hier al generaties wonen soms. De kans om terug te komen is voor het grootste gedeelte van de bewoners niet haalbaar. Deels omdat de huren omhoog gaan, maar ook deels omdat ze geen recht meer hebben op een sociale huurwoning. Komende dinsdagavond organiseren Portaal en de bewonerscommissie een bewonersavond. Tijdens deze avond zal de woningcorporatie haar besluit toelichten en zal de commissie haar zegje doen. Woningcorporatie Portaal wilde niet voor de camera reageren. Wel gaven ze afgelopen dinsdag een interview op Unity FM. Corinne den Oude van Portaal vertelt wat er op 1 maart tijdens de bewonersbijeenkomst verteld wordt. Op de bewonersavond van 1 maart wordt het besluit van Portaal toegelicht. Tevens vertelt iemand van de gemeente Leiden hoe zeg maar, de toekomst van de Zeeheldenbuurt wordt opgenomen in de gebiedsvisie. En de bewonerscommissie vertelt haar visie op het besluit. De website van de gemeente Oegstgeest heeft deze week de hoogste categorie van het waarmerk drempelvrij voor de webrichtlijnen behaald. Oegstgeest is hiermee de 6e gemeente in Nederland en de eerste in de regio die volledig voldoet aan dit keurmerk voor overheidswebsites. Het waarmerk houdt in dat de website oegstgeest.nl voor iedereen toegankelijk is, goed vindbaar is via zoekmachines en in alle browsers te raadplegen is. De kringloopwinkel Op Dreef in Sassenheim is op zoek naar vrijwilligers. Vooral op de speelgoedafdeling is er een tekort aan medewerkers. Carina Breedijk is afdelingshoofd bij de kringloopwinkel en vertelt welke vrijwilligersfuncties er vervuld moeten worden. Nou, we zoeken op de woensdagmiddag zoeken we nog een medewerker die in de winkel wil staan. En op de zaterdagmiddag ook een winkelmedewerker, medewerker of medewerkster.
En we zoeken voor het spelletjes uitzoeken, zoeken we ook mensen. Want er worden wekelijks zo ontzettend veel spellen worden er binnengebracht. En dat moet allemaal nageteld worden, nagekeken worden. En er gaat ontzettend veel tijd in zitten. Dus daar zoeken we ook zeker mensen voor. En we zoeken voor de donderdagochtend of donderdagmiddag zoeken we mensen die de winkel op willen ruimen. En het depot uit willen zoeken. De spullen die binnengebracht worden. Die worden allemaal uitgezocht. En daar zoeken we dus zeker mensen voor om dat allemaal te doen. Aan welke eisen moet een vrijwilliger voldoen? Een vrijwilliger moet zeker zelfstandig kunnen werken. Je moet sociaal zijn. Je moet het leuk vinden om met mensen om te gaan. Want ja, het is, zoals jullie zien, het is hier heel erg druk. En het is gewoon ook gezellig. De mensen komen ook voor de gezelligheid. En het is dus ook gewoon heel belangrijk dat je gewoon ook daar een spil in bent. Dus dat is wel, het is gewoon een leuke functie. Waarom bezoekt u de kringloopwinkel? Om geld te geven voor het goede doel. En omdat ik het gezellig vind. En je ziet nog eens leuke dingen. Punt 1, omdat ik belangstelling heb in zijn algemeenheid. Dus ook wat er te koop is en of er corrosie bij zit. En ook om, ook het gebeuren in zijn totaliteit een beetje te steunen. Wat vindt u ervan van dat de opbrengsten van deze winkel naar het goede doel gaan? Ja, dat vind ik heel mooi. Daarom koop ik ook hier, hè. Daarom koop ik ook hier. Op Dreef bestaat sinds 2002 en is sinds 1 januari 2006 ondergebracht in de stichting Pastoraal Fonds Sassenheim. De opbrengst van de winkel gaat naar de stichting. Nico Broekhuizen vertelt meer over het doel van de stichting. Het doel van de stichting is om geld in te zamelen voor het Pastoraal Fonds, die dan de projecten kan bekostigen in Roemenië en Oekraïne. En in Oekraïne verlenen we hulp aan 6 dorpen en in Roemenië aan 3. In Roemenië heeft de kerk ook met Tiliacht een kerkelijke band. En in Burgas, dus een ander dorpje in Roemenië, daar hebben we een heel groot waterproject gedaan. En dat is allemaal bekostigd uit de financiën die opgebracht worden uit de stichting. Ben Verhoef staat op de afdeling boeken. Ook voor deze afdeling worden nog vrijwilligers gezocht. Ik wil graag een oproep doen voor nieuwe vrijwilligers. We kunnen regelmatig mensen gebruiken. Momenteel hebben we behoefte aan 3 mensen bij de afdeling Curiosa. U kunt zich aanmelden via de website. Dat is kringloopwinkelsassenheim.nl. En daar wordt u verder verwezen naar telefoonnummers of u kunt ze daar een bericht achterlaten. Voor meer informatie over Op Dreef kun je kijken op de website kringloopwinkelsassenheim.nl. Op deze site is alle informatie over het vrijwilligerswerk en de winkel zelf te vinden. Het KWF Kankerbestrijding organiseerde vorige week zaterdag een flashmob bij het Centraal Station in Leiden. De flashmob bestond uit een grote groep reizigers die veel op de stationsklok keken en spontaan begonnen te dansen. De dans was na 5 minuten voorbij. Tijdens de actie werd er gecollecteerd voor het KWF. Terwijl vrijwilligers geld ophaalden, kon het publiek genieten van een optreden van de dancegroep Two Brothers on the Fourth Floor. Minister Ivo Opstelt wil meer blauw op straat en wil daarom het papierwerk van de agent drastisch terugdringen. Het politiekorps Hollands Midden heeft onderzocht dat als een agent geen administratieve taken heeft, hij 1,5 uur langer op straat kan zijn. Ron Maas is directeur informatie bij het korps Hollands Midden en legt uit hoe het systeem front office back office werkt. Nou, wat we met front office back office proberen te realiseren is dat de agenten die buiten op straat hun werk doen ook buiten op straat kunnen blijven en niet iedere keer weer terug hoeven te komen naar het bureau om al hun administratie te doen. En dat doen ze doordat zij in plaats van alle aantekeningen te maken in boekjes, als zij klaar zijn met het opnemen van een aangifte of bij een aanrijding geweest zijn, alle informatie doorgeven via de telefoon aan collega's in een back office. En daar wordt alle administratie verricht voor de agenten op straat. En dat betekent dat zij eigenlijk alleen nog maar aan het bureau hoeven te komen vlak voordat ze naar huis toe gaan. Daar kunnen ze al hun informatie nalezen, handtekening eronder zetten en klaar. En zij hoeven dus geen informatie meer vast te leggen en geen administratie meer te doen. Hoe komen jullie dan op een besparing van 1,5 uur per agent? Nou, dat hebben we gemeten. We werken nu al 1,5 jaar met dit
deze manier van werken met dit systeem. En uit de metingen blijkt dat voorheen, dat als de agenten zelf naar het bureau moesten om iedere keer alle administratie te doen, zij zo'n anderhalf uur minimaal per dienst bezig waren achter de computer met het invoeren van alle administratie. En dat hoeven ze nu niet meer. Dat wordt nu gedaan door de mensen in de back-office. En dat betekent dat ze ruim anderhalf uur per dienst van 8 uur langer op straat kunnen blijven. Het front-office-back-office systeem moet ervoor zorgen dat er meer blauw op straat is. Weten de burgers op straat eigenlijk wat het front-office-back-office systeem is? Nee, sorry. Geen idee. Nee, weet ik niet. Ja, hierdoor kan eigenlijk de agent meer op straat zijn. Vindt u dit een goede zaak? Dat zou een goede zaak zijn, ja. Dat vind ik een goede zaak, ja. Marco Giesbergen is wijkagent in Lisse en heeft in de praktijk te maken met het systeem. Wat is zijn praktijkervaring met het front-office-back-office systeem? Ik krijg een melding via de meldkamer of je, het is in eigen bevindingen. Je gaat ter plaatse en je spreekt daar natuurlijk mensen en je hebt daar al bepaalde handelingen die je dan verricht. En vervolgens bel je je bevindingen door naar een administratieve kracht die in Gouda zit. En die zit voor alles op papier, voor mij. Dus in de praktijk is het de meldingen die we rijden, het contact met de burger die we hebben. En vervolgens het schriftelijke werk wordt voor ons gedaan door een afhandelunit. Is er eigenlijk een groot verschil tussen vroeger en nu dit met het nieuwe systeem? Ja, een heel groot verschil. Ik ben nu echt een politieagent. Ik ben degene die op straat te vinden is, op straat is. Ik heb zo goed als geen schriftelijk werk, dus ik ben op het bureau heel weinig te vinden. En alle administratie wordt door iemand anders wordt afgehandeld. Dus het grote verschil is, ik ben op straat te vinden en daar waar ik hoor. Boeven vangen, dat is mijn taak. Weet u of er heel veel mensen op straat zijn die eigenlijk van dit systeem weten? Ja, we zijn net 2 jaar geleden begonnen met de pilot. Ik ben als eerste begonnen, heel kleinschalig, dus in mijn eentje. Vervolgens zijn we uitgegroeid naar 5 mensen die mee gingen werken. Vorig jaar is pas het team Lisse ermee gaan werken. En sinds een half jaar draait Lisse, Noordwijk en Katwijk er pas mee. Dus het is landelijk absoluut niet bekend. Als je Lisse uitgaat, dan zal je weinig mensen hebben die van de front office, back office weten. Of die weten hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Dit jaar vindt de 30e editie van het Leidse popfestival Werfpop plaats in de Leidse Hout. Om het jubileum te vieren pakt de organisatie van het evenement flink uit. Het festival duurt dit jaar voor het eerst 2 dagen in plaats van 1. Daarnaast zijn de eerste 2 namen bekend. De heavy stone rockers van de Amerikaanse band Monster Magnet en het Nederlandse electroduo Baskerville zullen 10 juli optreden. De komende maanden zullen er meer namen bekendgemaakt worden. Het festival vindt plaats op 9 en 10 juli. Het politiekorps Hollands Midden houdt regelmatig snelheidscontroles in de regio. Unity TV ging naar het Transferium in Leiden en vroeg daar aan de automobilisten, rijdt u wel eens te snel? Heel soms, ja. Ja? Ja. Eigenlijk zelden. Zelden? Ja, zelden. We kunnen het voor zelf betalen, dus dat schiet niet op. Ik weet niet, nee. Ik rijd wel eens te hard, denk je. Want ik krijg wel eens een bekeuring. Zelden. Nooit? Zelden. Zelden. Ja. Zelden. Eigenlijk nooit. Hoe hard rijdt u dan? Meestal 5 kilometer te hard of zo. Ik gewoon normale snelheid. Ik haal mij gewoon onder snelheid. 5 tot 10 kilometer te hard. Meestal rond 140, 150, dat is in ergens. Waarom rijdt u dan eigenlijk nooit te hard? Nou, vind ik niet nodig. Nou, omdat het denk ik maar bekeuringen. Vroeger deed ik het wel en nou, tegenwoordig heb ik geen zin meer, want ik krijg op overal bekeuringen voor mij meteen. Nou, meestal krijg je die bekeuringen 's nachts. Dan is het heel rustig op de weg en dan ben je meestal een van de weinige automobilisten. En voordat je het weet zit je boven de limiet. Ja. Wat heeft het voor zin om te hard te rijden? Omdat ik buschauffeur ben, part-time, en dan een beetje op tijd moet rijden. Vindt het onveilig? Ja. En ja, het kost meer geld. Heel simpel. Absoluut niet. Ondanks het feit dat er weinig auto's zijn op de weg, s'nachts? Ja, vind ik niet onveilig, nee. Nee, dat valt wel mee. Als het echt druk is, doe ik het ook niet hoor. Maar als ik gewoon een beetje door kan rijden, dan doe ik dat wel. Het enige wat je wint is bij het eind van de week dat je een brief van de belasting in je bus komt leggen. En dan dat je weer een paar 100 keer gaat betalen. Ja, het is wel onveilig natuurlijk. Maar je blijft wel hard rijden? Ja, ja, ja. Nee, ik vind het niet onveilig. Het geeft wel ietsje meer stress. Nee, het gaat mij niet zozeer om de onveiligheid. Het gaat me veel meer om brandstofgebruik, milieu en plus dat je er niets mee opschiet. Wat vindt u van dat politie controleert? Ja, is goed. Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk. Er moet een regel wezen, natuurlijk. Maar ja, die ga je vaak erboven, maar
Je moet dus wat durven. Ja, heel nuttig. Ja, heel nuttig. Ja, ik vind het niet erg. Het enige met lullige dingen dat ze me dan niet lopen aan te halen voor lukraken, gekke dingetjes. En dat je dan bij wijze van spreken zegt van ik rijd door oranje en dat ze rustig zeggen je rijdt door rood. Ja, dat zal wel lullig wijzen. Maar dat flikken ze ook natuurlijk, want ze staan niet voor niks op een hoekje te wachten. He. En dat is het punt. Maar ik doe net snelheid. Ik hou mij gewoon onder snelheid. Het heb geen nut meer. Wat vindt u van dat op sommige wegen binnenkort 130? Vind je niet nodig. Is goed. Hoezo vindt u dat? Ja, een beetje opschieten. Vindt u niet dat de maatschappij al veel te snel gaat? Over het algemeen? Nee hoor. Nee, vind ik niet. Ik hou er wel van. Nou, vind ik geen verkeerd idee. Prima. Waarom vindt u dat prima? Nou, omdat het misschien voor de doorstroming beter is. Nee, dat hoeft het niet. Hoezo niet? Nou, ik vind de snelheid 120 ook een mooie snelheid. Ik bedoel, het heeft toch een nut. Voor die paar minuten dat je eerder weg bent bij Peken, dan staan er onder ook bij het stoplicht. Dus het heeft allemaal geen zin. Vaak heb je dus op de weg, dat wij spreken naar het werk rijden. En dat ze dan voorbij komen rijden, dan staan ze nog aan het eind van de weg. Staan ze nog te wachten op een stoplicht. Dit was het regio nieuws van vrijdag 25 februari. Komende vrijdag om 7 uur, een nieuwe aflevering. En er is ook regionale sport op televisie. Elke zondagavond om 8 uur voor het eerst. Meer uitzendtijden en uitzending gemist vind je op unitytv.nl.